Hallo met Christel. Ik ben een beetje laat, het is al 8 uur in de avond. Ja, we zijn wezen brunchen. Ik zit nog steeds uit te buiken van het brunchen. Maar goed, het was gezellig met mijn broer en schoonzus. Dus ik dacht, ga ik toch nog even een readingetje doen. Ik had vanmiddag was ik ook een beetje lui om te doen. Dus terugkeer van spiritkaarten. Wat kan je kiezen? De boodschappen liggen dus onder deze dieren. Ik heb hier twee dolfijntjes die over de golven heen zwemmen. Dat is de eerste groep die ik kan kiezen. De tweede groep is deze hond. Mooi glimmend, een soort bokserachtig hondje. En de derde groep is deze. Ik weet niet hoe deze hond heet hoor. Maar jullie weten het vast wel. Er zat er wel één die zei, wie weet wat het is. Dus goed, dan beginnen we zo meteen bij de eerste groep, bij de dolfijntjes. Tot zo meteen. Oké, de groep van de dolfijntjes met de golven. Jullie hebben contact. Nou, dat klinkt al goed hè, contact. Je hebt deze kaart vandaag getrokken omdat het belangrijk is voor je om contact te maken met iemand die belangrijk is in je leven. Dit is een contact. Dit is een contact en dat kan per telefoon, e-mail, sms of persoonlijk verlopen. Op welke manier het contact ook tot stand komt, het is belangrijk dat jij het initiatief neemt. Soms verzetten we ons of stellen we juist uit wat we moeten doen om ons verder te helpen op deze weg. Deze kaart vraagt je om na te gaan welke weerstand je misschien hebt en zet je op een vriendelijk aan om te doen wat je moet doen. dat is vertaald, dan gaat het een beetje, staat een beetje anders. Misschien moet je contact opnemen met iemand en overleggen over een emotioneel probleem wat je liever zou vermijden. Misschien heb je lang niet meer met een familielid, geliefde of een vriend gesproken. Moet je over je angst heen komen voor een zakelijk telefoongesprek? Spirit vraagt je om dapper te zijn en contact op te nemen met een bepaald persoon. De stilstaande energie die je vasthoudt met je verzet moet worden losgelaten en opgehelderd. Dat helpt om nieuwe energie te krijgen. Te worden geheeld en nieuwe kracht en inzicht te krijgen in je leven. Je zult energetisch vrij zijn om de volgende stap van je reis te zetten en je hierop te richten. Deze kaart kan ook wijzen dat een heel belangrijk persoon in je leven zal komen op wie je op het punt staat om je ermee te verbinden. Blijf bij jezelf wanneer je binnen 1 of 2 weken een onbekend persoon ontmoet. Wees je bewust van de omringende energie van iedereen bij wie je aansluit. Vooral wanneer het onverwachts of synchronisch gebeurt. Omdat deze persoon in de toekomst een belangrijke rol zou kunnen spelen in je leven. Dus contact, misschien zelf contact opnemen. Komt een belangrijke persoon in je leven. Met wie je kunt verbinden, hè? Is dat 1 of 2 weken een onbekend persoon ontmoeten? Dat kan ook, hè? Misschien ken je deze persoon al. Jij moet ergens waar je voor angstig bent, kan ook op zakelijk gebied zijn. Ja, misschien een gesprek voeren. Dus. Ja, misschien ben je bezig om dat te vermijden. Maar toch belangrijk om het nu aan te gaan misschien. Je hebt lange tijd weerstand gehad misschien. Dus je moet doen wat je moet doen, staat er. Dus contact zoeken misschien, hè? Of er komt contact met iemand die je heel graag mag. Zodat er misschien eindelijk gesprekken kunnen komen, hè? Heel belangrijke gesprekken. Het kan op liefdesgebied of zakelijk gebied zijn.
Je weet zelf al wat, natuurlijk, als je deze groep gekozen hebt. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei! Oké, tweede groep. Deze hond. Jullie hebben geboorte. Gaat er wat geboren worden bij jullie? Laten we kijken. Wanneer we in ons leven iets nieuws creëren, doen we eigenlijk een beetje beroep op onze goddelijke kracht. Hiermee wordt onze gave als schepper sterker en brengen we iets nieuws in deze wereld. Vertrouw op jezelf. Bij alles wat je op dit moment doet, je instinct en intuïtie zul je leiden. De doelen, projecten of de ideeën waar je aan werkt zijn belangrijk in het kosmische plan. Er zijn vele hoge energieën aan het werk, met je aan het werk en via jou om te helpen te voltooien waar je naartoe werkt. Maar bedenk, een geboorte betekent inspanning. Je kunt op dit moment een heleboel druk voelen. Maar je onbehagelijk voelen tijdens inspanning is natuurlijk. Geef niet op en verlies daarom ook niet de hoop. Je doet het juiste. Laat kleine teleurstellingen of verwarring je niet het gevoel geven dat je niet op het juiste spoor zit. Je bent op de goede weg. Pijn hoort bij een geboorte. Je kunt ook de drang voelen om te persen, het proces te versnellen, zelfs als je daarvoor nog niet de tijd is. Laat je ongeduld niet de overhand krijgen. Laat alles op zijn tijd gebeuren en vertrouw op het proces. Je zult de dingen, of je wilt de dingen niet prematuur laten gebeuren. Nee, net als een baby, hè? Je wil niet dat de baby eerder geboren wordt. Het wordingsproces voltooi je is van vitaal belang. Denk er dus aan, niet te overhaasten. Het ontwikkelingsproces gaat altijd vooraf aan het begin van het werk. De kaart geboorte verschijnt ook aan degene die symbolisch geboorte geven aan de hoge aspecten van hunzelf. Gewoonlijk houdt deze periode haar eigen groeipijnen in, omdat je leert je oude manier van doen en achterhaalde beperkende overtuigingen los te laten. Vertrouw op dat de uitdagingen die je op dit moment tegenkomt essentieel zijn voor dit proces. Je ontwikkelt je, je groeit en verandert je in een oprechtere versie van jezelf. Blijf sterk, je bent er bijna. Misschien de laatste weeën, de persweeën. Dus je bent er bijna, dus bijna dat die geboorte een nieuw begin. Dus dat is wel mooi, hè? Je bent op de goede weg dus, hè? Ik denk niet dat je dus niet op de goede weg zit. Je bent op de goede weg. Geef niet op en verlies niet de hoop. Ja, sommige. Het wil toch geboren worden, zo'n kind altijd, hè? Ook al denk je van, ik kan niet meer, ik wil niet meer. Ik wil dat het stopt. Maar nee, een kind moet altijd eruit, hè? Dus dit ook. Dit wil ook geboren worden waar je mee bezig bent, hè? Dus wees niet ongeduldig, hè. Ja, dat duurt best wel lang natuurlijk als je iets geboren wil worden. Dus ja, het, je bent ondertussen ben je ook gegroeid daardoor, hè. Dus alles wat je meegemaakt hebt, heb allemaal nut gehad. Al die uitdagingen die je hebt gehad, ben je doorgegroeid en je bent oprechter geworden. Dus blijf sterk, je bent er bijna. Dus doorzetten, gewoon doorgaan, niet opgeven. En dan kom je er vanzelf. In ieder geval dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hallo, de derde groep met dit hondje. Jullie hebben intuïtie. Nou, misschien ben je iemand die altijd heel goed luistert naar intuïtie. Ik zal je ook aanraden om het ook te doen. Je focust nu op je intuïtieve en helderziende gaven. Deze kaart betekent gewoonlijk dat ze groter worden. Je kunt ontdekken dat je beter bent afgestemd op het kosmische energieveld van informatie. Dat kan ook inhouden dat je plotseling informatie ontvangt uit hemelse sferen.
met meer voorspellende dromen. Of je voelt dat je informatie krijgt van voorwerpen of je omgeving. Blijf openstaan voor deze flow. Het gebeurt op een bepaalde reden. Je past je aan de hogere hemelse energieën die op dit moment de planeet beïnvloeden. En ja, deze toename van energie zal permanent zijn. Dus maak je geen zorgen als je voelt alsof je plotseling een gluurder bent wanneer je de informatie begint te ontvangen over mensen om je heen. Het is de bedoeling dat je deze gaven op deze manier werken. Het is een deel van het bewustzijn die de overige mensheid zal ervaren wanneer ze er klaar voor is om zich naar een hogere energieveld te begeven. Maar voor nu ontspan je gewoon terwijl je aanpast. De intuïtiekaart verschijnt ook aan degene die een sterke intuïtieve gaven hebben, maar die nog onderontwikkeld zijn. Het is voor jou belangrijk om erop te vertrouwen dat je echt intuïtie hebt en dat het belangrijk deel is van wie je bent. Wees open om te leren over je intuïtie en hoe die werkt. Neem les, lees erover en praat met degene van wie je weet dat ze hun gaven actief gebruiken. Je kunt heel verrast zijn hoe gemakkelijk en natuurlijk jouw intuïtie tot bloei zal komen. Hoofdzaak is dat je gelooft in het proces dat er nu bij jou plaatsvindt. Vertrouw op alle informatie die je ontvangt. Hoe meer je intuïtie erkent en erop focus, des te sterker zal die zijn. Het zal spoedig duidelijk worden hoe je die gaven ten dienste van anderen kunt gebruiken. Ja, intuïtie. Mijn intuïtie is ook meer geworden als vroeger. Vroeger deed ik er wel amper iets mee, hè. Luister wel naar mijn innerlijke stem, dat wel. Maar het is dan wel een heel makkelijk instrument, intuïtie. Dat je dingen aanvoelt. En dat ontwikkelt zich ook, hè. Dus gebruik je intuïtie goed. Meestal spreek het de waarheid ook, hè. Dus vertrouw op je intuïtie, op je onderbuikgevoelens, noemen ze het ook wel, hè. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren op het kanaal en tot de volgende keer. Doei!